Superleuk dat je kijkt. Zoals je al aan de titel kunt zien, heb ik vandaag een shoplog voor jullie. Ik vond echt dat het weer eens tijd werd voor een shoplog. Want mijn laatste shoplog was volgens mij iets van 3 maanden geleden. Dus dat is wel echt heel erg lang. Maar ik shop niet zo vaak, want mijn moeder heeft het heel erg druk op de zaak altijd. En heeft niet zoveel vrije dagen. Mijn vader haat shoppen. En ik ben net even gezellig een ochtendje met mijn oma naar Nieuwegein geweest. En toen hebben we gezellig even een paar uurtjes geshopt. En het was echt super gezellig. Ik heb natuurlijk niet super veel gekocht, want ik was natuurlijk met mijn oma en niet met mijn moeder. Maar ik heb wel een aantal dingetjes gekocht. En het leek me wel super leuk om die aan jullie te laten zien. Ik ben naar ongeveer 6 winkels geweest. En bij 3 winkels heb ik wat gekocht. Ik heb namelijk wat kledingitems bij de New Yorker gekocht. En ik heb ook wat bij de Action gekocht. En ook nog wat bij het Kruidvat. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Blijf dan vooral gezellig even verder kijken. Ik begin vandaag maar even met de kledingitems die ik heb gekocht. En dat was, zoals ik al vertelde, bij de New Yorker. Ik heb het al aangedaan, want ik kon het weer niet laten. Altijd als ik naar de stad ga en ik heb iets nieuws gekocht, ga ik het gelijk aandoen en trek ik het echt niet meer uit. Dus vandaar zeg ik nu niet, jee, het was en hier zit het in. Nee, het leek me wel leuk om gewoon het hele setje compleet even aan jullie te laten zien. Dit shirt heb ik gekocht en er staat op Daydream Lost in My Own Mind Forever. En dat vind ik echt een hele toepasselijke tekst bij mij. Aan de onderkant van het shirt zitten een beetje rafeltjes en dat vind ik wel echt een heel erg leuk detail aan het shirt. Dit is de broek die ik heb gekocht en wauw, mooi, de prijskaartjes er nog aan. Nou ja, boeien. Het is een boyfriend jeans en ik heb er ook deze riem bij gekocht en die vond ik er wel heel erg leuk bij staan. Ik vind het echt super leuk met die gaten in de broek. Ik hou er echt super van en ik vind het heel erg leuk voor de lente. En als laatste deze super leuke schoenen. Ze zijn een beetje beige met roze streepjes en ze zijn zo leuk met het slangenprint. Ik ben echt super blij met mijn nieuwe outfit. Ik zal de prijzen ook even vertellen. Het shirt kostte 10 euro. De schoenen kosten ook 10 euro. En de broek kostte 40 euro. En het riempje 3 euro. Dus eigenlijk valt het op zich wel mee. De broek is alleen iets duurder. Maar het shirt en de schoenen en het riempje, ja, dat valt reuze mee. En ik ben echt heel erg blij met deze outfit. Ik vind de kleurtjes echt heel erg leuk voor de lente. Allemaal van die pastelkleurtjes. En daar hou ik echt super erg van. En ik wilde ook al heel erg lang een boyfriend jeans. En eindelijk heb ik er een die super goed zit. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Dan ga ik nu verder met het Kruidvat. En hier heb ik in totaal 3 dingetjes gekocht. Dus niet heel erg veel. Als eerste heb ik dit gekocht. Oh my god, heaven. Dit is een Malteser ei of zoiets. Stiekem heb ik net al dat hele ei op. Hierin zit dus een groot ei. Echt super lekker. En er zit ook zo'n zakje in met allemaal Maltesers. En oh, I love Maltesers. Oh, en nu ben ik echt super misselijk. Want ik heb net dat hele ei opgegeten met die Maltesers. But I don't care. I love it. En deze was 3 euro. Dus dat valt op zich wel mee. Dan heb ik ook nog deze 2 oogschaduwmonetjes gekocht bij het Kruidvat. Als eerste deze. En deze is in 04 Sweet Like Chocolate. Ik ben er echt zo blij mee. Ik vind het echt een heel mooi kleurtje. En je kan hem gewoon eigenlijk overal wel bijdragen. Want het is een beetje bruin. En de pigmentatie is echt zo goed. Ik zal hem even voor jullie swatchen. Dit is de swatch. Zoals jullie zien is het echt een super mooie lichtbruine shimmerachtige kleur. Zonder glitters, maar wel met zo'n glans. En hij is echt prachtig. Toen ik me ging swatchen, hij is zo zacht die oogschaduw. En dat is zo fijn voor je oog. En het fijne is ook dat je het gewoon met je vinger aan kan brengen. Dus je hoeft niet eens een kwastje te gebruiken. En dan heb ik ook nog deze. En deze is in de kleur 02 Cake Pop. Echt, dat vind ik echt een super leuke naam. Dit is een beetje een zacht roze kleurtje. Ik heb deze voornamelijk gekocht omdat ik het gewoon zo'n mooi kleurtje vind voor de lente. Ook weer zo'n pastelkleurtje en dat past gewoon heel erg leuk bij mijn nieuwe kleding. En ook hiervan is de pigmentatie weer zo goed en hij is weer zo zacht. Ik zal hem even voor jullie swatchen. Dit is de pigmentatie.
Wow. Het is echt een super mooie roze shimmerig kleurtje. En ik ben zo blij met deze. Ik ga hier zeker heel erg veel plezier van hebben. En ik ga ze echt super vaak dragen. Want het zijn gewoon echt van die mooie dagelijkse kleurtjes. En deze oogschaduws waren volgens mij €2,89. Ik weet het niet zeker meer. Want ik heb per ongeluk de bon al weggegooid van het kruisvat. I know, dom van mij. Maar volgens mij waren ze €2,89. Ik zal het straks nog wel even voor jullie opzoeken. En ik hoop natuurlijk dat ik het goed heb. Dan zet ik het hier niet bij. Maar al heb ik het mis, dan zal ik het hier onderin nog wel even schrijven wat de echte prijs is. Dan ga ik nu verder met alweer het laatste tasje. Het laatste tasje is van de Action! Ik heb hier best wel veel gekocht. Niet heel extreem veel, maar wel een aantal dingetjes. Ik begin met dit en hier ben ik zo blij mee. Dit is volgens mij zo'n candle jar. Ik weet niet precies hoe het heet, maar ik wilde dit al zo lang. Elke keer op Instagram kom ik van die hele leuke foto's tegen met zo'n beker met smoothies erin. Oh wow, I love it. Ik vind hem er echt super leuk uitzien. Er staat op Quality Refreshing Ice Cold Drink Glassware of zoiets. En ik vind deze zo gaaf. En ik vind het ook zo leuk met dat rietje. En hij was ook helemaal niet duur. Deze was namelijk €1. En dat vind ik echt niet duur. En ik ga hier heel veel plezier van hebben. En ik vind hem zo leuk. De volgende twee dingen die ik heb gekocht zijn deze. En dit zijn van die strips. De eerste zijn reinigende poriën strips. Dat zijn van die stripjes die je hier over je neus kan doen. En dat laat je dan ongeveer een kwartier in zitten. En dat maak je dan een beetje nat met water. En dan leg je het op je neus. En dat laat je ongeveer 15 minuten intrekken. Dan haal je het eraf. En dan zitten er allemaal van die gelige dingen op die uit je meeeters komen. Ik had deze al een keer gekocht en die is alweer lang op. En ik was er super blij mee en ik zag deze en ik dacht, oké, ik moest ze weer hebben. Ik heb namelijk best veel meeeters op mijn neus en daarom is dit gewoon super geschikt voor mij. En deze waren €1. De tweede strip zijn puistjespatch of zoiets. Deze heb ik nog nooit gehad, maar er staat op dat het efficiënt, hygiënisch en onopvallend is. En ik weet echt niet wat het is. Er staat een hele lange tekst. Ik heb geen zin om dit helemaal door te lezen. Maar ik denk dat je het gewoon op je puistje moet doen. En dan droogt het uit. Of weet ik veel wat het doet. Oh, misschien reflecteert het of zo. Hier staat zo'n rondje. Misschien maakt het je puistjes onzichtbaar. Nu heb ik hier ook zo'n puistje. Als ik die erop doe, is het misschien, zie je het niet. Oh, dat zou wel cool zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar dit. En deze was maar 72 cent. Het volgende wat ik heb gekocht zijn deze leuke oorbelletjes. Ik heb namelijk echt super weinig oorbellen. Ik heb wel veel oorbellen eigenlijk, maar dat zijn allemaal van die grote dingen. En ik vind ze helemaal niet leuk meer. Ik draag nu serieus elke dag deze oorbellen. Gewoon van de Primark, omdat ze gewoon overal bij staan. En toen zag ik deze en toen dacht ik van, ja, jullie wil ik hebben. Ik ga jullie pakken en dan ga ik jullie kopen. Het zijn gewoon echt van die alledaagse knopjes. En het zijn ook allemaal verschillende kleurtjes, verschillende maten. En ik vind ze gewoon super leuk en ik ben benieuwd of het mij staat. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En ik ga ze echt heel vaak dragen, dat weet ik nu al. En deze kostte maar 90 cent voor gewoon 8 paar stuks oorbellen. Nou, dat vind ik echt niet duur of zo. En dan het volgende waar ik ook super blij mee ben. En dat zijn deze haarelastieken. Ik heb 2 setjes gekocht en er zitten 6 haarelastieken in per dingetje. Ik weet niet hoe je dit noemt. Maar het zijn van die, hoe moet ik dit noemen? Van die rekbare, achtige, gekke dingen die nu opeens helemaal in zijn. Waar ik geen flauw idee van heb hoe ze heten. Maar ze lijken me echt super fijn. Ze zijn namelijk heel erg rekbaar. En ze zien er gewoon echt super leuk uit. En ik had echt haarelastieken nodig. Want ik ben al mijn haarelastiekjes alweer bijna kwijt. Dat heb ik echt altijd als ik haarelastieken koop. En deze waren ook echt super goedkoop. Deze waren namelijk 59 cent per zo'n, per set ding. En dat vind ik echt niet duur voor haarelastieken. De volgende twee dingen die ik heb gekocht zijn deze gezichtsmaskers van Montagne Jeunessen. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Als eerste deze. En dit zijn 2 peel-off maskers. De ene is met komkommer. En de andere is met, wat is dit? Oh, honey en cream. Ik zag ze liggen en ze waren niet zo duur. En ik wilde deze al heel lang uitproberen. En vandaar heb ik ze meegenomen. En ik ben er echt heel erg benieuwd naar. De volgende twee zijn weer peel-off maskers. De ene is met pomegranate en passionflower. En de andere is met lemon en green tea. Allemaal heel leuk en aardig, maar ik hoop natuurlijk dat ze fijn zijn en hun werk doen. Ik ben echt super benieuwd. Deze maskers waren 89 cent per stuk. Dan het ene laatste wat ik heb gekocht zijn deze scheermesjes.
Elke keer als ik in de Action kom, neem ik gewoon scheermessen mee. Omdat ze daar gewoon veel goedkoper zijn als bijvoorbeeld bij het Kruidvat. En scheermessen komen natuurlijk altijd van pas. Er zitten er 8 in een pakje. En ik denk dat ze op zich wel hun werk gaan doen. Verder heb ik er niet zoveel bijzonders over te vertellen over scheermessen. Deze wegwerp scheermesjes waren 95 cent. En het laatste alweer wat ik heb gekocht is van André Lon, namelijk een anti-klitspray. Dit is van de André Lon Natuurlijk Puurlijn. Ik wilde deze al echt super lang uitproberen. Maar bij het Kruidvat vind ik hem vrij prijzen. Hij kost daar iets van 4 euro of zo, of 3 euro. En nu zag ik hem bij de Action en toen dacht ik van ja. Er staat op dat hij zuiver en zen is. En er zit natuurlijke groene thee-extract en vitamine C in. En het is voor slap haar dat snel vet wordt. Nou, dat haar heb ik, dus dat komt helemaal goed van pas. Ik ben echt heel erg benieuwd en ik hoop dat hij mijn klitten goed weghaalt. En deze was 1,69 euro. Nou, dan was dit alweer de shoplog van de New Yorker, het Kruidvat en de Action. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien en dat jullie er misschien een beetje inspiratie uit hebben gehaald. Ik weet niet of dat zo is, maar ja, je weet maar nooit. Ik ben in ieder geval echt super blij met de spullen die ik heb gekocht. En heb je ervaring met een van deze gekochte spullen van mij? Laat het vooral achter in de comments, want ik ben echt heel erg benieuwd wat je dan van dat bepaalde product vindt. Doe vooral een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En als je meer shoplogs wilt, ik zou het ook echt super leuk vinden als je op me zou abonneren, want ik heb bijna de 2000 abonnees. En ik vind het gewoon echt super leuk als ik een nieuwe abonnee bij heb. Heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer naar een nieuwe video komt kijken. Nou, hopelijk tot de volgende keer. Doei!